loopt. Hè. En de twee domste flikken, beste mensen, die zitten hier in de zone KLM. Hè. Ik weet niet dat je het weet, maar hè, hier zitten die domme flikken, hè, de twee domste. Hè, ik heb misschien in de krant gelezen een paar weken terug. Hier is iemand in Meissen dat na 4 jaar dacht, oh, mijn auto zou daar wel eens in de straat kunnen staan. Hè. Dat is waar, die kerel vindt na 4 jaar zelf zijn gepikte auto terug. En die flikken die, afijn, hoe dom moet het niet zijn. Echt wat, de twee domste flikken van de KLM, die vinden 2 weken terug hier een container met daarin 16 illegale Chinezen. En achteraf bleken dat gewoon Polen te zijn, jongens. Ik heb dan zoiets domme, onnozel flikken. Je weet toch ook dat als je zo 3 weken in zo'n stikdonkere container zit en je komt daaruit. Ja, met de kleine oorstjes, want dat had niet. Nee, Thomas, ik zeg het, want het is zo. 2 weken geleden ook nog, of 2 of 3 weken terug, vinden de flikken in Antwerpen in de dokken een lijk. Die flikken die bellen de familie en die familie... En 2 dagen later blijkt dat lijk gewoon iemand anders te zijn. Hey, en die mannen komen er vanaf met excuses. Sorry. Ja, sorry, maar nog iets. Greenpeace, die staan op de Europese top gewoon voor de deur tussen de regeringsleiders. En die flikken komen er vanaf met verontschuldigingen. Sorry. En ik rijd 1 keer met mijn auto, 34, wat je 30 mocht. Ik telefoneer 1 keer in mijn auto en kom ik er vanaf met excuses. Denk het niet, hè. Je bent precies maar gewoon een beetje van streek van, hè. Ja, ik ben van streek. Normaal zijn ik degene dat pilletjes moet pakken, maar... Je moet er niet mee lachen, want ik kan er niet mee lachen, Thomas. En daarom, ik ga ze liggen hebben en ik heb jullie hulp nodig, dames en heren. Je kunt mij een gigantisch plezier doen als je vanavond thuis komt en nog even de moeite doet om de computer aan te zetten. En je stuurt een mailje met de boodschap, dikke losers, laat Wim Dufrij gerust. En je stuurt dat naar inspecteurs_VanRostemEnStens. Pas op, Van Rostem en Stens, zonder T, maar we mogen echt de namen niet noemen. @politiezonekalm.be. Ja? Je zet mij in CC, Dufrij, de Wit, dat Telenet. Al de mensen die een mailtje gestuurd hebben, dat komt bij mij ook toe. Ik trek daar 1 winnaar uit. En die mensen mogen gratis heel het jaar naar de shows van Dufrij, de Wit komen zien. Ja, het jaar is bijna om, dus wij scheuren ons toe.